daar zijn we weer. Les nummer 5. Ik heb vandaag voor jullie weer een nieuwe warming-up meegenomen. En die ga ik aan jullie aanleren. Dus kom lekker staan. Dan gaan we dat gewoon doen. En het is op een liedje van Katrien. Ik ga het refrein aan jullie aanleren. Dan mag je komen staan. Met je voeten in een vissenstaart en je handen in je zij. En je maakt 2 snelle pliés. 1 en 2. En dan wijs je opzij. En het liedje dat gaat over een beste vriend of een beste vriendin. Dus nou doen we 2 pliés. En dan doen we net alsof je beste vriendin naast je staat. En dan wijs je naar hop. Ja, nog een keertje dus. En 1 en 2. En wijs naar je vriendin. Dan maken we weer 2 pliés. 1, 2 en een zonnetje. Dus we gaan eerst alleen met onze billen heen en weer. Ta 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 ta. En dan gaan we zwaaien, zwaaien maar. Heel goed. Dan gaan we een rondje draaien naar de ene kant. En je armen open. En je zij. En draai naar de andere kant. En je armen open. In je zij. Heel goed. Dat doen we nog een keertje van het begin. Weten we nog hoe het begon? Wat deden we als allereerste? Ja, die 2 pliés, daar gaan we. En plié, plié en de wijs. En plié, plié en een hele grote zon. En je billen wiebo heen en weer. Heel goed. En zwaaien, 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 zwaaien. En we gaan draaien. En je handen in je zij. En weer terug, terug. En je handen in je zij. Helemaal goed. Gaat het lukken? Weten jullie hem een beetje? Ja? Nou, sta maar klaar met je handen in je zij en je voeten een beetje naast elkaar. Daar gaan we op de muziek. Voor de rest kunnen jullie mij gewoon lekker volgen. Daar gaan we.
mogen jullie komen zitten op je pin, met je voeten in een vlinder zit. Laat maar eens zien of je nog weet hoe dat ook alweer moest. Ja, ga ik het ook laten zien. Strakjes op de muziek gaan we heel mooi vliegen met grote vleugels en met je benen. En dan kunnen jullie mij helemaal volgen. Maar als de muziek een beetje gaat veranderen, dan ga je helemaal met je neus naar je tenen. Probeer maar eens zo ver je kan. En weer terug. Lukt het om met je neus bij je tenen te komen? Laat eens zien nog een keer. Helemaal met je neus naar je tenen. En dan blijf je daar helemaal zitten. Totdat de muziek weer helemaal vrolijk wordt en we weer heel mooi kunnen vliegen. Ja. Dus ga maar zitten in die vlinder zitten. Met je voeten tegen elkaar. En je handen bij je voeten bij je enkels. Dan ga ik het muziekje aanzetten. Ik wil graag door met de volgende oefening. En bij de volgende oefening, dan gaan we een nieuwe beweging leren. En deze beweging heeft ook alweer zo'n moeilijke balletnaam. Dat is de pas de chat. Maar ik dacht, wij kunnen hem misschien beter de kattensprong noemen. En misschien, sommigen van jullie kennen die heel misschien al. Ja, dus de pas de chat is de hele moeilijke naam. Maar wij gaan hem de kattensprong noemen. En nou is het voor deze oefening misschien wel handig als jij iets van een vest of een t-shirt of een handdoek pakt. Ik ga het even laten zien. Ik pak even mijn trui. En van mijn trui ga ik een slootje maken op de grond. Zo maak ik een smal slootje op de grond. Nou is het handig als jij ook even iets pakt waar je een slootje van kan maken. Dus ik kan even de video misschien op pauze zetten. En dan zorgen dat je ook een slootje hebt op de grond. Oké, goed. Als jullie allemaal een slootje hebben, dan mag je naast het slootje komen staan. Zie je dat? Ja. En dan ga ik even de sprong aan jullie laten zien dat de kattensprong is. Let maar goed op. Dus we gaan springen met je ene been en je andere been over de sloot heen. Nou, tik eens even je been aan die dicht bij de sloot ligt. Dat is die. Ja, die gaat strakjes als eerste in de lucht. En daarna komt je andere been. Dus tik hem nog even aan het been van de sloot. Nou, laten we proberen maar.
Je bent op weer gaan eerst omhoog. En op, op. Oké. En weer terug naar de andere kant. Zo. Dus dit been gaat eerst in de lucht. En dan gaan we 1, 2, 3. Op, op. Oeh. Ja. Maar nu staan we aan de andere kant van de sloot. En als we terug willen springen, wijs eens je been aan dichtst bij de sloot. Welke been is er gelijk naast de sloot? Dat is deze. Dus nu moet dit been als eerst over de sloot. En op, op. En dan moeten we weer terug. Been van de sloot gaat eerst. Op, op. En je andere been, been van de sloot, gaan we. Op, op. Dus je springt met je ene been. En je andere been. En weer terug. Kunnen we dat 4 keer achter elkaar? Ja, dan gaan we proberen. Voeten bij elkaar. Goed nadenken, welke was als eerst? Deze gaan we. En 1, 2, 3. Spring over de sloot. En weer terug. En nog een keer terug. Dat is nummer 3. En nummer 4. Daarna lopen we een rondje. Met je handen in de lucht. Zo, langs de sloot. En draai om. Andere kant op. Rondje langs de sloot. Helemaal terug. Waar we begonnen. Gaan we nog 1 keer oefenen zonder de muziek. En hoe vaak gaan we dan ook alweer springen? 4 keer, hè? Tellen jullie met mij mee. Gaan we. En 5, 6, 7, 8. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. En nummer 4. En loop maar de ene kant op. En weer terug. De andere kant op. En sta klaar. Oké. Liggen jullie slootjes goed klaar? Dan gaan we het op de muziek proberen. Dus kom maar staan met je handen helemaal in je zij. Alvast nadenken welk been gaat als eerst over de sloot. Want we willen natuurlijk geen natte poten. Nee, geen natte kattenpoten. Dus daar gaan we. Geen natte voeten. Daar komt die. Zijn jullie allemaal klaar? En daar gaan we. Springen maar. En terug. Kijk hoor. Het gaat over een heel speciaal doosje. En dat doosje kan helemaal geluid maken. Weten jullie wat ik bedoel? Misschien wel, misschien niet. Even kijken hoor. Ja, hier heb ik hem. Kijk eens. Dat is een muziekdoosje van een ballerina. En zo'n muziekdoosje, die moet je altijd aandraaien. Dan moet je hem helemaal opwinden. En als je hem dan openmaakt, dan gaat de ballerina heel mooi rondjes draaien. En nou heb ik een muziekje gevonden voor jullie. En dat is precies een muziekje van een muziekdoos. Dus wij worden straks allemaal ballerina's in zo'n muziekdoosje. En dan horen we in de muziek dat hij hem gaat opwinden. En dan mogen we heel mooi dansen. En je hoeft niet alleen maar rondjes te draaien zoals
de ballerina in het doosje. Zo, kan natuurlijk wel. Maar je kan ook een hele speciale ballerina in het doosje zijn. Die ook hier veel meer bewegingen kan maken. Ja. Maar dan stopt het ballerinaatje. En dan moet je heel stil staan. En dan wordt hij weer opgewonden. Dus we moeten hem altijd het aandraaien in het doosje voordat hij het doet. En dat horen we ook in de muziek. Dus kom maar alvast klaarstaan als je echt de ballerina in het doosje. Zo gelijk in één keer? Ging dat wel een beetje goed? Ik denk dat we één keer even doornemen wat het nieuwe stukje van vorige week. Want dat was met die vleugels. Dus we hadden de eerste positie. En we gingen hele grote vleugels. En naar beneden. En hele grote vleugels. Op jezelf. Eén hand naar beneden. Kijk maar naar je hand. Andere hand. En draai een rondje. En nog een keer hele grote vleugels. En de vleugel naar je hart. En de ene hand, andere hand en draai een rondje. En staan. Dat was het stukje van vorige week. Maar ik denk dat wij wel een beetje verder kunnen leren. Ja? Want dan kunnen we straks twee keer het refreintje dansen als we dit stukje hebben geleerd. Dus we hebben de hele grote vleugel gedaan. En de vleugel op jezelf en je ene hand. Andere hand en een rondje. Dan doe je één hand naar voren en open. En je andere hand naar voren en open. Twee handen in de lucht. En maak ze open naar je zij. Dus je ene hand en je andere hand. Handen naar de vijfde positie, weten we het nog. En je armen open in je zij. Nog één keer oefenen. Dus
vleugels, vleugelvlieg. En de vlieg naar jezelf. Eén hand, andere hand, draai een rondje. En vlieg. En de vlieg naar jezelf. Eén hand, andere hand, en een rondje. Nieuw stukje. Ene arm gaat open en je andere arm omhoog. En open in je zij. En dan gaan we gelijk door. Dus we gaan van het begin met het stukje van vorige week, met het nieuwe stukje erbij. Ga maar helemaal klaarstaan. Met jullie doen, zodat we nog even lekker kunnen dansen. En dan is het alweer voorbij. Dus kom staan, dan gaan we op ons allerbest ons best doen. De laatste keer de dans. Dus dan gaan we eens kijken of we volgende week helemaal bij het begin van het liedje kunnen beginnen. Maar voor nu super goed gedaan. Een heel groot applaus voor jezelf. En tot volgende keer. Doei doei!